Yo mensen, super gamen. Leuk jullie weer kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik wil jullie als eerst heel erg bedanken voor de vorige video. We hebben namelijk alweer meer dan de 1500 likes erop gehaald. Wat mij gewoon heel erg motiveert om door te gaan met wat ik doe. Video's maken voor jullie. Dus ik wil jullie bij deze episode ook weer even vragen om een blauw duimpje achter te laten. En deze keer is het extra belangrijk, want dit wordt een extra lange episode. Als jullie dan denken, Job, ik vind zo'n extra lange episode best wel heel erg leuk en ik wil meer van die lange episodes, laat dan even een blauw duimpje achter. Laten we zeggen dat we bij de 2500 duimpjes nog een keer zo'n lange episode doen. Dan weet ik niet of dat weer morgen is, maar dan komt er sowieso wel weer een keer een lange episode. Maar in ieder geval, laten we lekker gaan beginnen met deze nieuwe video van Minecraft Survival Island. Ik hier heb er weer heel erg veel zin in. En ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk gaan vinden, jongens. Wat hebben wij de vorige video gedaan? De vorige video zijn we bezig werken aan onze haven. En die moeten we nog afmaken. En ik zou sowieso zometeen gelijk eens even gaan kijken. Ja, ik heb eigenlijk nog niet echt in de comments gekeken of iemand een leuk patroontje had. Want heel veel mensen hadden het over streams en over extra lange episodes en ja, ja, ja. Dus het leek mij een leuk idee om gewoon even mijn eigen patroontje te gaan maken. Hou je mond, Miley. En inderdaad, je heet nog niet officieel Miley, maar dat is wel de bedoeling. Oké, ik hoor trouwens even buiten een heel vreselijk vervelend iets. Oftewel een fucking zombie. En ik zou eventueel een keer een Iron Golem farm kunnen maken. Voor de mensen die niet weten wat het is. Of eigenlijk een Iron farm. Holy shit. Oh my god, hij stond echt letterlijk achter mijn shining table. Dat is, oh kut, dat is zeg maar een soort van farm van iron golems. Die spannen, die vallen in de lava. En dat lava komt alleen bij hun hoofd. Dus als ze doodgaan, valt het iron niet in de lava. En op die manier kun je heel erg veel iron krijgen. Dus dat leek me wel een vet idee om een keer te doen. Alleen jullie weten dat ik niet het beste ben in het maken van XP farms, in redstone dingen. Dus dat ga ik nog niet zo 1, 2, 3 doen, maar dat leek mij nog wel een leuk idee. Oké, laten we beginnen met het pakken van glas. Oh, hier. Nice. Ik zat even te kijken. Ik was even vergeten dat het geen zand meer is, maar dat het nu glas is. We hebben sowieso wat meer nodig. Ik heb hier trouwens nog wat steen. Ik heb nu 37, oké. Laten we gewoon beginnen met het maken van geel glas. En geel glas is namelijk best wel makkelijk te maken, voor zover ik weet. Daar heb je namelijk alleen maar van die gele bloemetjes voor nodig. Maar dan moet ik die wel eerst hebben. Kijk, hier heb ik er één. En heb ik er nog meer toevallig, want ik vind geel een hele mooie kleur. Ik denk dat de meeste DMG'ers onder ons wel weten dat geel mijn lievelingskleur is. En als je dat niet wist, dan weet je het nu. Ik heb hier nog... Oh, kijk, ik heb zat van die dice. Hartstikke mooi. Daar heb ik namelijk een keer vuurwerk van gemaakt. Dus ik heb ze nog een beetje over. Oké, laten we beginnen met paars. Hoppakee, hebben we paars. Dan gaan we over naar rood. Hoppakee, hebben we rood. Dan gaan we over naar blauw. Hoppakee, hebben we blauw. En dan sluiten we af met iets wat ik nog even snel moet gaan fixen. Oftewel geel. Awesome. Ik vind het wel vet dat ze dit hebben toegevoegd. Ik vind dat echt een leuk iets. Oké, dan gaan we nu snel terug naar de haven. Want we willen natuurlijk wel het glas erin doen. Want ja, een haven zonder glas. Ik bedoel, dat is geen haven. Hè? Nou, eigenlijk heeft dat helemaal niks met een haven te maken. Alleen, ik vond het gewoon een leuk idee om een soort van kleurpatroontje in... het is niet echt een haven. Het is min of meer gewoon een soort van overdekte steiger. En wanneer je er doorloopt, zal ik jullie gelijk even zien wat nou de bedoeling is. Je komt hier, je hebt hier een bootje. Het enige wat ik nog zou moeten doen... Wacht, nee, ik weet hem. Wat nou als we hier fence gates doen? Ik denk dat het hele idee is. Ja, dat moeten we doen. Oké, dan weten we dat voor zo meteen. Maar laten we eerst beginnen met het patroontje. Ik begin met paars. Ja, dat dacht ik al wel. Dan heb je wel dit. Is dat, wat is dat? Dat is helemaal niet zo lelijk, toch? Is dat lelijk? Dat je dan... Wacht, is wat nou als ik hier een ster van maak? Misschien ziet het er dan nog wel veel minder lelijk uit als het mogelijk is. Ja, dan dat het wel is, mensen. Als we hier sters plaatsen. Nee, en dan moet hij wel op de kop. Hoe doe je dat? Nee, hij moet anders. Niet zo. Oh, Minecraft snapt me weer niet. Ofwel, of zit dit zo... In principe ziet dit er niet heel lelijk uit. Even seriously, mensen. Dit ziet er niet lelijk uit. Dan moeten we dat eerst even gaan fixen. Dat we dat even op die manier doen. Dat was in principe geen probleem. Alleen anders kan het glas er zeg maar niet in. Kijk, want nu kan het geloof ik wel. Zullen we gewoon van paars overgaan naar geel? Kijk, dan ziet het er zo uit. Ik vind dat pittig vet eruit zien. Even serieus, mensen. Ik vind dat best wel vet. Voor de mensen denken, joh, waarom doe je dat op deze manier? Omdat, nou kijk, van binnen ziet het er helemaal smooth uit. En van buiten heb je er een leuk patroontje in zitten. Want als we zeg maar hier slaps doen, dan heb je zeg maar twee van die lege gaten. Dat vind ik helemaal niet mooi. Dus dan leek mij dit er in principe wel vet uitzien. Dus laten we dat lekker zo houden. Dan moeten we alleen wel even alles afgaan om dat er zo van te maken. Dat is dan wel weer een beetje een nadeel. Maar dat is niet heel erg, weet je. Het is niet heel erg. Het is niet heel erg. Ja, zo. En dan deze weg. Hoppakee. En dan... Zo, perfect. Kijk, en dan moet hier weer glas tussen. Welke kleur zullen we daar doen? We hebben nu paars en we hebben nu geel. En dan wil ik hier graag blauw hebben. Of nee, blauw. Kut, we hebben nog niet eens genoeg kleuren. Blauw. Kijk, ik vind dit echt awesome uitzien. Even serieus. Ik vind dit echt een vette haven worden. Gewoon lekker kleurrijk, lekker DMG-achtig. Als jullie trouwens een leuke naam hebben voor deze haven, laat het weten. Dan zou ik hem eventueel een naam kunnen geven. Maar ik vind het er heel erg awesome uitzien. Waarom doen we het niet gewoon vanaf de binnenkant? Of is dat niet mogelijk om het zo te doen?
geloof eerlijk gezegd wel. Dan pakken we hier even een ster. Ja, zo kan het ook gewoon. Dat is nog sneller ook. Alleen aan deze kant kan het niet. Zo. Dan wil ik hier rood hebben. Of nee, wacht. Rood dat moet eerst... Oh, we hebben er eentje overgeslagen, geloof ik. Ja, deze. Oké, okay, maakt niet uit. Dan doen we die even ook snel. Hoppakee. En dan deze nog. En hoppakee. Waar heb ik nou? Oh, ik heb rood bij me. Nice. Zo, dan moeten we alleen iets meer dice hebben. Ik zit te denken aan nog grijs. Alleen grijs, het is een iets dezelfde kleur als de steen. Dus dat gaat er waarschijnlijk niet zo heel erg mooi uitzien. Maar ik ga het toch even proberen. Want ja, wie niet waar blijft maagd. Ik bedoel, wie niet waar blijft wint, hè. Wat? Ik weet het niet. Oké, laten we in ieder geval lekker verder gaan. We zouden eventueel ook gekleurd glas kunnen doen bij dat Dragon Egg altaar. Kom ik opeens achter. Maar nee, ik vind het er vet uitzien. Ik vind het wel wat hebben, gewoon die kleurtjes. Ik hou er wel van. Ik vind het awesome. Het is gewoon lekker kleurrijk. Ik vind het wel lekker. Ik vind het wel mooi een beetje bij een eilandje passen. Maar dan wil ik ook gelijk even kijken hoe dat zit met die Fence Gates. Laten we dat ook maar gelijk even doen. Maken we even snel hier wat van. Zo. Want ik ben namelijk wel benieuwd of dat mogelijk is. En laten we er voor de zekerheid maar gelijk even... Weet je, we maken er gelijk lekker veel. Because you never know. Laten we er gewoon even iets meer maken. Zo. 4 Fence Gates. Oké, okay, awesome. Dan ga ik nu even snel daar naartoe. Nou, ook kut, moet ik natuurlijk sneaken droppen. Dan ga ik daar nu even snel naartoe. Dan ga ik gelijk even dat hout hier of dat steen hier weghalen. Want door steen kan je niet heen. Oh, dat ruimt. Oh, kut. Ik heb mijn bootje gemold. Geen probleem. Kijk, als ik nou... Dan kan dat niet. Huh? Wat? Kan dat niet? Huh? Wat? Waarom zou dat niet kunnen? Dat vind ik raar. Even serieus. Ik kan hier... Kijk dan. Ik kan ze hier niet tegenaan plakken. Waarom kan dat niet? Even serieus, mensen. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Waarom zou dat niet mogelijk zijn? Dat is echt heel apart. Wat? What the fuck? Dan moeten we het anders doen. Dan moeten wij steen pakken. Zo. En als we het nou dan ietsje eentje naar voren doen dan. Dat kan niet. Wat is hier dan waardoor het niet kan? Wauw, heel apart. Ik heb echt geen idee. Laat hier beneden weten in de comments wat dit betekent. Dan hou het zo lang nog even met die slabs. Ik vond die slabs niet zo mooi eruit zien. Maar als het niet anders kan. Doe het even zo. Nee, het ziet er totaal niet uit. Laten we het maar gewoon doen zoals het eerst was. Moet ik natuurlijk wel eerst even snel weer die slabs hebben. Oké, okay, awesome. Geen idee waarom het niet kon. Laat het hier beneden weten in de comments als jij weet wat er aan de hand is. Want ik heb echt totaal geen idee. Maar in ieder geval, het is vandaag zaterdag. De dag waarbij iedereen lekker weekend heeft. Waarbij je lekker kan doen wat je leuk vindt. Oftewel, YouTube-video's maken. Dus dat is wat ik leuk vind. Misschien hebben jullie andere hobby's. Laat hier beneden gewoon eens even jullie hobby's. Nee, laat hier beneden weten in de comments. Wat doen jullie het meest in het weekend? Is het gamen, leren, films kijken, stripboeks lezen, fappen. Ik bedoel, weet ik niet, honden verzorgen. Hey, Miley. Ik heb geen idee. Laat hier... Oh, jij wil ook eten. Ik ben aardig. Kijk hoe aardig ik ben. Oké, ik doe het waarschijnlijk zeer gewoon omdat ik een rompe koeien heb. Maar ik ben wel aardig. Ik kan hier ook dice van maken. Oh, awesome! Dat wist ik niet. We hebben meer glas nodig. Dus ik pak even mijn scheppen bij. En ik denk dat ik even naar het vasteland ga. Om even heel wat zand te gaan verzamelen. Maar eerst ga ik dan even snel wat dingen dumpen. Zo, want anders kan ik natuurlijk niet zoveel in mijn inventory nemen. Het enige wat ik wel nodig heb is een bootje. Weet je, 2 bootjes. Want ik moet natuurlijk ook weer terug zien te komen. Glas heb ik ook even nodig. Want dat wil ik zo meteen ook nog wel gebruiken. Zo. Zo. Die niet, die niet. Oké, okay, dit zo. En die ook niet. Dan kunnen wij nu even naar het vasteland gaan. En dan gaan we daar eens even kijken of wij wat zand kunnen verzamelen. En dat is het geloof ik. Misschien kunnen we net zo goed... Oh ja, ik weet trouwens van onze Belder, mensen. Die ligt in de end. In die end. Dus ik ben van plan om die offscreen even terug te gaan halen voor jullie. En dan ga ik ook gelijk even de coördinaten ervan opschrijven. Maar dat komt helemaal goed. Ik beloof dat ik dat even ga doen. En ja, ik vind het vet hoor, deze steiger. Kijk, ik vind die kleuren vind ik gewoon... Ja, ik vind ze er mooi bij passen. Ik vind ze er gewoon mooi bij passen. En ik heb 1 bootje mee. Maar ja, als ik dat bootje gewoon even bewaar. En ik zou ook kunnen zeggen dat ik gewoon zo doe. Kijk, dat je gewoon zo doet. En dan... Dat is ook nog een mogelijkheid, mensen. Daar heb ik helemaal niet bij nagedacht. Maar we kunnen ook gewoon zeggen dat we ervoor kiezen... Wauw, nee. Laten we dat maar niet doen, jongens. Laten we dat maar niet doen. Ik denk dat we dan dit... Nee, weet je, YOLO. Het zal allemaal wel, Wat nou als we even dit nog bekleden met birchwood? Heb ik niet bij me. Oké, dat doen we nog wel. Komt allemaal goed. Deze episode zou toch iets langer worden als de andere episodes. Dus dan is het ook niet zo erg. Als we deze episode ook een beetje aan het treuzelen zijn. Of nou, niet echt treuzelen. Maar een beetje aan het kijken zijn wat nou het mooiste is. Want soms ben ik altijd zo van het hup. Ik heb geen zin om het nog te veranderen, want deze episode kan maar een kwartiertje duren. Maar deze keer ben ik gewoon zo van, weet je, we hebben ruim de tijd. Laten we gewoon lekker chill doen. No problem, weet je. Dan heb ik gewoon, lekker extra lang. Heerlijk, oké. Ik pak even lekker veel hout. En dan ga ik gelijk even kijken of dat mooi is, mijn idee. Zo. En ik had eigenlijk ook even een axe mee moeten nemen. Die ik niet bij me heb. Ah, fuck. Ik wil die axe uit die end echt heel graag terug hebben, jongens.
Even seriously, die moet ik echt terug hebben. Waar is ook alweer de... Oh ja, daar is die. Het enige wat ik weghaal, jongens, is dat plateau daar. Dat plateau zou ik het niet noemen. Maar dat ding waar ik nu naar wijs, weet je wel. Wat vlakbij die steiger staat. Want ik vind het Quartzmuseum heel erg mooi passen bij het... Bij de steiger. Vind ik echt vet eruit zien. De Quartzmuseum moet ik ook nog een keer aan werken. Kan ik eventueel deze video nog doen. En er zit daar een big bij de mopspannen. No problem. Dat kan allemaal hier in de Doomer Games. Wat in de Doomer Games server. In Minecraft Survival Island. Ik weet geen idee waarom ik de Doomer Games server zijn. Kijk, wat mij even vet leuk om te proberen is dit. Dit is denk ik wel awesome. Maar waarom hebben we dan het dak eigenlijk niet? Even seriously. Waarom hebben we het dak niet dicht gedaan? Dat vind ik apart. Dat vind ik echt raar. Nou ja, dat doen we dan nog wel even. Weet je, ik ben Job van Doe Maar Gamen. En YOLO, ik doe het gelijk nu even. Schuilt mij weer tijd. Hoppakee. Of nou, niet tijd. Maar dat, dan hoeven we dat zo meteen weer niet te doen. Dus, hoppakee. Hebben we even wat slaps. Jij mag weer weg, Burkbench. Want jij staat hier voor geen ene meter. Hoppakee. Awesome. En dan wil ik even kijken waarom ik dit... Ja, waarom heb ik dit niet dichtgemaakt? Ik vind het er pittig als hem uitzien. Ik vind dit er pittig als hem uitzien. Dan ben je hier. Dan, oh kut, moet ik natuurlijk niet in de Book of Fame gaan lopen klooien. Dan zet je het bootje neer en je kunt varen. Kijk, waarom staan de chunks? Staan de chunks niet goed? Nee, die moeten we op 16 staan. Nee, die moeten we op 16 staan. Ik bedoel, wij gaan niet voor 12. Kijk, nou, ik vind dit er toch echt wel vet uitzien hoor. Ik heb er niks op aan te merken. Waarom zie ik nou opeens helemaal geen vasteland meer? Oh, sorry. Ik ga de verkeerde kant op, denk ik. Of niet? Moet ik deze kant op? Ik zie nu echt helemaal niks meer. Ja, ik moet wel deze kant op, maar ik vind... Oké, ik doe ze wel weer gewoon op 12 dan. Geen idee. In ieder geval, ik ben nu opeens echt wel bang als we het vasteland gaan kwijtraken. Even seriously. Huh? Is hij niet aan het Nee, dit is niet goed, mensen. Dit is niet goed. Ziet je item frames dan? Hij bukt zo ver als het maar kan. We moeten deze kant op als het goed is, toch? Ik heb geen idee waarom ik nu opeens het vasteland en alles kwijt ben. What the fuck? Oké, wacht even. We doen het even zo. We gaan eerst even slapen. En dan ga ik eens even kijken wat er nou precies aan de hand is. Want ik zie opeens heel het vasteland niet meer. Alsof het opeens spontaan verdwenen is. Geen idee. Maar ik vind het steigertje vind ik vet worden. Het ziet er awesome. Basic, maar awesome. Daar hou ik wel van. Niet al te veel geklooi eraan. Lekker chill. Hier heb ik trouwens een gat zitten. Moet ik ook nog even opvullen. Hey, zombies. Blijf wel van mijn big af, hè. Zou best wel vet zijn als biggen en zo geïnventeerd. Maar je kon toch ook, wacht even, dat wil ik even tussendoor zeggen. Dat heb ik toen gehoord, dat je ook zombiepaarden en skelettenpaarden kon krijgen. Maar die heb ik dus nog in één keer gezien, in heel Minecraft niet. Terwijl heel veel mensen zeiden van, ja, 1.7, skelettenpaarden. Oh, je weet zelf. Maar ik heb daar echt nog helemaal niks van meegekregen. En voor de mensen die denken, Job, niet elke Minecraft Survival Island episode gaat ook echt zo lang worden. Ja, als jullie maar lekker veel blijven liken, weet je, dan overweeg ik het wel om het vaker te doen. Maar dan moeten jullie ook echt even een likebom erop gooien, jongens. Dan moeten jullie het ook even een likebom erop gooien. Waar is het vasteland gebleven? Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Normaal gesproken zie je vanaf hier het vasteland al. Heel apart dit. Ja, anders moeten we zand hier gaan verzamelen. Ook geen probleem. Dan ga ik even offscreen kijken wat er precies aan de hand is. Want hij laat gewoon voor in ene reet. Nou, daar komt het gewoon neer. Kijk dan. Misschien moet ik heel even snel erin en eruit. Oeh, kleine spoiler. Oh, ik zeg niks. Gaat-ie? Laat, bitch! Kijk dan, hij laat gewoon amper. Alsof het... Wat? Ik snap er echt geen ene reet van. Wacht even, hoe kunnen we dat het best oplossen? Weet je, ik sluit gewoon even Minecraft af en ik doe hem weer aan. Misschien helpt dat. Ik heb echt nog nooit eerder zoiets meegemaakt namelijk. Op een of andere manier laat hij het vasteland niet meer. Ik bedoel, normaal gesproken zien we dat al van heel erg dichtbij. Maar nu zien we het gewoon. Ik voel mensen denken, joh, waarom is het zwart beeld omdat ik Minecraft even opnieuw opstart. The more you know. En we gaan er weer in. En is het er weer? Oké. Dat is heel apart. Plan B, zand verzamelen, hier zo. Ook geen probleem. Weet je, als we maar zand krijgen, daar gaat het me even om. Ik vind het heel erg raar dat het vasteland niet laat. En misschien kijk ik wel gewoon vanaf het verkeerde perspectief. Maar weet je, het interesseert me op dit moment even niet zo heel erg veel. Ik wil gewoon even zand hebben, daar gaat het me even om. Want als ik zand heb, kan ik namelijk glas maken. En als ik glas heb, dan kan ik... Oh kut. Ik ga dood. Nee, doe het niet. Even eten. Zo. Als ik glas heb, dan kan ik het steigertje kan ik dan verder maken. Dan hebben we dat ook weer af. En dan kunnen we deze episode eventueel nog wat nieuws beginnen. Vind ik altijd leuk om te doen, nieuwe dingen beginnen. 9 van de 10 keer is het bij mij dat ik iets nieuws begin en het nooit afmaak. Maar dat interesseert me even niet. Dit is namelijk een project wat wel afgemaakt gaat worden. Want we zijn er al bijna klaar mee, zoals jullie kunnen zien. Tenminste, ik wil meerdere steigertjes maken. Tenminste, dat is wel het hele idee. Misschien wil ik nog wel... Kijk, dit is het begin van de haven. Uiteraard moet een haven groot zijn. In een echte haven zit niet alleen maar één steigertje. Ik wil echt een enorm grote haven hebben. Dat is wel tenminste het hele
idee. Dus we zijn er ook zeker weten nog wel even mee bezig. Maar dat vind ik ook niet erg, want ik vind het leuk om te doen. Aan de likes te zien vinden jullie het leuk om naar te kijken. En dat motiveert mij gewoon heel erg om ermee door te gaan. Heel erg raar dat het vasteland niet wil laden. Dat vind ik echt heel apart. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Maar ja, weet je, als we maar deze episode even dit af kunnen maken, ben ik al wel blij. Nee, als we maar even zand hebben, weet je. Zand hebben we namelijk even nodig, want zonder zand gaat het hem niet worden. Want we hebben wel zand nodig voor glas. Hadden we nou niet echt nog wat extra glas of zo? Ik geloof niet. Hoeveel glas hebben we eigenlijk nog nodig? We hebben wel nog heel veel glas over van een paar kleuren. Alleen we hebben meerdere kleuren nodig. Zo. Ah, ik heb toch goede armor, weet je. YOLO. Pas al wanneer ik bijna dood ga, ik wel weer naar boven. Zo. Oké, dat ik nu maar wel weer naar boven ga. Want straks zie ik het al wel weer gebeuren dat ik dood ga en al mijn XP kwijt ben. Deze brug ga ik nog even offscreen weghalen. Vind ik niet mooi. Die hoeft er niet te zijn. Die boot, die kunnen we nog afmaken. Dus vind ik een beetje zonde om offscreen weg te gaan halen. Die kunnen we namelijk nog afmaken. Dus daar wacht ik nog even mee. Het kaartmuseum gaat uiteraard niet weg. Dus wat gaan we nu even doen? Het is eigenlijk vrij simpel. We gaan nu even wat glas maken. En even jam. En dan gaan wij misschien wel een tweede gedeelte maken van de haven. Het leek mij vet om iets te doen met dit, met klei. Dat leek mij awesome. Dat leek me best wel vet, want ik gebruik amper klei, terwijl het eigenlijk best wel leuk is om mee te bouwen. Ik vind het wel vet om een keer te proberen. Dus we kunnen een klein stukje met klei iets bouwen, maar ik zou niet weten wat. Kun je dat gebruiken als dye klei? Nee, hè? Of wel? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Oh my god, ik verzuip. Nee, laat het niet toe. Oké, nou, als ik leef weer. Of ik leef nog. Sugarcane plantage gaat heerlijk. Het gaat allemaal wel eens zo'n gang hier op het eilandje. Maar wat heb ik vandaag gedaan en wat ga ik vandaag nog doen? Ik ben vandaag weer bezig met een nieuwe video voor mijn Engelse kanaal. Een English Dutchman, waar morgen om 3 uur ook weer een nieuwe video op verschijnt. Die video, ik kan het jullie verzekeren, die wordt fucking awesome, wordt fucking grappig. Ik hoop dat jullie hem allemaal gaan kijken. Ik denk echt dat jullie ervan gaan genieten. Het is namelijk een video waarbij ik Eevee doe. En Eevee is een soort van virtueel online robotmeisje waarbij je allemaal grappige vragen kan stellen. En dat ga ik dus doen. Of nou, dat heb ik al gedaan, maar die video komt zondag online. En vandaag maak ik een video over Voodoo. Ik ga zo meteen even de tweede helft opnemen. En dat wordt hartstikke vet. Maar ik wou eerst even Survive Island voor jullie maken, want misschien vergeet ik dat. En dat zou niet zo chill zijn. Oké, dan gaan we over naar het volgende. Wacht, zijn 4 kleuren? Is dat niet genoeg, 4 kleuren? Misschien, weet je, 4 kleuren is denk ik nog wel genoeg ook. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar dat zou in principe nog wel genoeg zijn. Want dat zijn 4 hele basic kleuren. Dus dat is in principe niet erg. Maar we hebben sowieso nog extra glas nodig voor wanneer we het tweede gedeelte gaan maken. Dus vandaar. Ik vind het wel een leuk stijgertje in principe. Dan moeten we dus nu, denk ik, wat moeten we ook weer nu doen? Dan moeten we nu dus dit gaan vervangen. Ik hou eerst even dit hier allemaal. Oh nee, die is al goed. Hier moet er ook toch? Ja, hier moet ook nog glas. Ja, zo, perfect. Dan moet ik even mijn sters hebben die ik niet meer heb, zie ik. Oké, dan moet ik dus even mijn bricks weer erbij gaan halen. Maar nee, ik vind het een superleuke serie nog steeds voor jullie te doen. En zo nu dan zit ik wel even in een twijfelperiode van jongens, wat moet ik nou gaan doen? Want ik heb al zoveel dagen op dit eilandje doorgebracht. Maar dan zijn jullie er elke keer weer met hele leuke ideeën. En dat motiveert mij dan ook weer gelijk om lekker door te gaan. En ik denk dat ik volgende week gewoon weer ga livestreamen. En dan ga ik waarschijnlijk de Widowers slaan. Weet ik nog niet zeker, maar ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar omdat ik jullie een beetje, nou niet echt zozeer een livestream had beloofd. Maar jullie dachten dat er eentje zou komen. Dacht ik van, ik doe lekker een lange episode. Zo aardig ben ik dan wel weer. Jam. Oké, awesome. En ik zit even te kijken. Ik heb hier ook nog glas. Ik heb 4 glass paints, maar die kun je niet kleuren. Dat is wel weer jammer. Oké, no problem. Het zit hierin, zag ik. 1, 2, 3. En laten we even beginnen met het maken van wat van die sters. Daar hebben we er best wel veel van nodig, namelijk. Zo, 40. Is in principe wel genoeg, denk ik. We hebben nog slabs over, want daar hadden we er ook heel erg veel van gemaakt. Dus we kunnen nu verder gaan met het afmaken ervan. En ik vind het wel mooi. Pas bij ons eilandje. Er zijn een aantal dingen die ik nog weg wil halen en die ik anders wil doen. Zoals dit. Ook kut. Zoals deze farm. Die wil ik nog even anders maken deze episode. Als het gaat lukken, uiteraard. Maar ja, extra lange episode. Dat vereist natuurlijk ook extra veel likes. Tenminste, dat is wel fijn. Of jullie het gaat lukken, denk ik wel. Weet je, jullie zijn baas en jullie weten elke keer weer lekker veel likes te halen op de video's. Dus probeer het. En het zou superleuk zijn. Ook kut als het zou werken. Was nou weer mijn pickaxe? Wat ben ik allemaal aan het doen? Mijn pickaxe is nu opeens weer weg. Heb ik die toevallig net gedropt? Ik hoop het eerlijk gezegd niet, want er zat namelijk Fortune op. En Fortune is echt de beste enchantment in heel Minecraft voor een pickaxe zowat. Tenminste, is maar net wat jij vindt. Ik vind Fortune de beste enchantment die er is voor heel Minecraft. Zou je Fortune kunnen krijgen op een wooden pickaxe? Ja, toch? Dat zou eigenlijk best wel dope zijn. Als je nou gewoon een wooden pickaxe had met efficiency 4, Fortune 3 en een break in 3. Dat is echt de shit, jongens. Dat is echt wel de shit. Even seriously. Ben ik nou serieus mijn diamond pickaxe kwijt? Daar had ik hem ergens in heb gedropt. En dat jullie het zeer waarschijnlijk... Oké, ik heb enderpearls. Kan ik mezelf even wat sneller teleporteren.
Oh, dan pak ik deze zo lang even. Geen probleem. Als jullie weten waar die is gebleven, laat het hier beneden weten in de comments. Zeer waarschijnlijk is hij niet weg, maar heb ik hem gewoon net ergens even ingegooid. En we hebben enderpearls, dat ben ik vergeten. Maar daarom kan ik mezelf nu even teleporteren. Ah, kijk, dat is chill, mensen. Dat is chill. Hoppakee. Dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Oké, dit hier is dat verkeerd. Want dit hier is een slab. Nee, dit is een ster, maar dit hier is een slab. En die moet dus vervangen worden door een... Oh, kut. Vervangen worden door een ster. Even kijken. Hoppakee, zo. En oké, dan moeten we begonnen met paars, dus dan moeten we nu ook weer paars doen. Even kijken. Hoppakee, zo. En dan krijgen we geel. Moeten we hier geel? Dan heb ik nog geel. Ja, ik heb ook nog geel over. Nice. Hoppakee. En wat moest hier ook weer? Nou, eerst moeten we hier natuurlijk even een ster plaatsen. Hoppakee. En dan moet hier een ster. Hoppakee. En welke kleur moest hier ook weer? Dan moest blauw. Heb ik nog blauw bij me? Ja, ik heb ook nog blauw. Awesome. Hoppakee. En dat is het. Eigenlijk zouden we dit ook nog wel dicht kunnen maken in principe. Maar ik vond dit wel leuk om open te houden. Of hier gewoon ook allemaal glas te doen. Maar dat weet ik nog niet. Ik zou er ook voor kunnen kiezen. Heb ik nog locks? Om dit helemaal zo met locks in te dekken. Of iets in die trant. We zien het wel. Maar we hebben dus de eerste rij hebben we af. En dat moeten we dus hier ook nog gaan doen. Ik begin even met dit allemaal hier weg te halen. Dat scheelt namelijk voor zometeen weer heel veel tijd. Zo. En dan hebben we die rij ook af. En dan is de haven is af. Tenminste, het eerste gedeelte van de haven is dan af, weet je. Niet de hele haven is nog niet af. Dat is ook wel logisch, maar het eerste gedeelte wel. Moest dit nou ook weg? Ja, dat moest ook weg. Oké, nice. Dan weet ik dat echt alles hier weg moet. Of nou, niet alles, maar het meeste. Dit moet ook weg. Zo. Ik had hier dus eerst met slabs gedaan, want ik dacht van ja, dat zou mooi zijn en dat kan met het glas. Alleen dat ging iets anders dan wat ik verwachtte, dus dan moest ik dat even aanpassen. Wat niet echt een heel groot probleem is, maar het was wel zo. Zo, 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 zo. Het is best wel moeilijk om te zwemmen en tegelijkertijd te bouwen. Maar doe maar game skills, doe maar game skills, doe maar skills eigenlijk. Zo. Oké, perfect. Dan gaan we nu naar het gedeelte waar glas komt en dat is paars, geel, blauw. Paars. Oh kut, dat is geen eens paars. Wat doe ik? Paars. Geel. Blauw. En dan krijg je uiteraard rood. Rood. Paars. Kut, doe ik het zo weer. Paars. Geel. Wacht even, paars is als geel. Blauw. Wat is hier nou weer gebeurd dan? Hier is een foutje misgegaan. Of hier is een foutje gebeurd. Oh jee, dat heb ik per ongeluk denk ik gedaan. Zo. Hoppakee. Hop. En hop. En dan moet komen blauw. Ik zei blauw. Zo, awesome. Nice. En dat was het toch? Ja, dit was het. Oké, dit hebben we af. Ons hutje is af. Awesome. Dit is eigenlijk het hele idee. En het leek me wel vet om hier eigenlijk een soort van item frames iets te plaatsen. Hier zo. Alleen, ik moet alleen nog even dit hier afmaken. Want dit ziet er niet helemaal mooi uit. Zelf kan ik ervoor kiezen om dan ook dit met ster zo te bekleden. En dan zo. Ja, dat ziet er wel awesome uit. Dat ziet er pittig awesome uit. Ja, en dan zet je hier een bootje neer. En dan kunnen we hier eventueel nog wel wat glas tussen doen. Oh, kut. Zo. Ja, nee, ik vind het vet geworden. Alleen dit zit me niet helemaal lekker hier. Misschien moet dit blokje hier weg, of niet? Ja, dat kan hier beter weg, zo. Dat is onnodig. En moeten we hier eigenlijk nog even wat kleurig glas bij doen. Maar dat kan ik dan denk ik het best doen van... Of zul ik daar toch maar gewoon... Zo doen. Ik wil toch dit eigenlijk ingedekt hebben. Ja, dit vind ik awesome. Er zitten lekker veel patroontjes in zo. Dus je komt hier. Ja. Je zet hier je bootje neer. En je bent klaar. Oké, de haven is af. Hell yeah. Tenminste, niet de hele haven. Maar we hebben het beginnetje van de haven af. Tenminste, dat is wel waar het op neerkomt. Misschien nog hier wat sters plaatsen. Nee, laten we maar gewoon houden zoals het nu was. Dan ga ik even pitten. En ga ik het halen. Hop. Awesome. Ik zit ook weer precies in het graanveld. Geen probleem. En dan ga ik even slapen. En dan kunnen wij verder gaan met iets anders. En ik weet nog niet wat het gaat worden, maar we zien wel. Eerst ga ik even pitten. En we hebben nu dus eigenlijk officieel het eerste gedeelte van de haven af. En wat kunnen we nog meer gaan doen? Want we zijn natuurlijk nu ook wel weer, we hebben weer even tijd. We kunnen de wheat farm gaan uitbreiden. Maar we hebben niet meer zoveel wheat nodig. Wat we wel even moeten doen is het volgende. We hebben namelijk even wat shears nodig. Want jongens en meisjes, wat willen wij gaan doen? We kunnen ook gaan minen, by the way. Maar ik kan mijn fortune pickaxe even niet meer vinden. Geen probleem, want wat wij ook gaan doen is het volgende. Ik wou heel erg veel schapenwol hebben. Om uiteindelijk een stambeeld van mijzelf te maken.
Dat leek mij fucking awesome idee, dus dat wil ik ook nog gaan doen. Ik ben echt seriously gewoon nu... ik heb geen iron meer. Dus we moeten ook weer een keer gaan minen, jongens. We moeten ook weer een keer gaan minen. Ik weet niet of jullie daar zin in hebben, maar het moet wel. Nee, minen is ook best wel leuk. Ik bedoel, minen is ook weer een beetje de spanning van... Gaan we wat vinden? Gaan we niet wat vinden, weet je? Dat is wel een leuke tijd. Alleen ik zie dat ik nu gewoon totaal helemaal geen shit meer heb. Geen iron. Dat is best wel screwed, eerlijk gezegd. Dat is pittig kut. Heb ik wel wheat nog? Misschien heb ik dat nog wel ergens zitten. Oh, ik heb hier nog wel één wol toevallig. Niet dat het iets is, maar ja. Het is toch weer één wol, weet je wel. We kunnen trouwens ook even de schapen kleuren gaan geven. Want welke kleuren hebben we voornamelijk nodig? Voornamelijk blauw. Dat weet ik toevallig. En dan hebben we mijn skin. Wat hebben we nog meer nodig? Geel hebben we nodig. Zo moet ik ook even... Heb ik nog geel ergens? Geel, ik heb je nodig. Oh, wat? Oh, vet. Je kunt hem een losbad kleur geven. Holy shit. Moet je ook maar net weten. Dat wist ik serieus niet. Ik denk, huh, wat? Oké. Ik zie dat ik dus ook gewoon... Niks meer heb aan fucking... Hoe heet dat? Ja, hoe heet dat, denken jullie? Wat is nou weer, hoe heet dat? Dat we niks meer hebben aan wheat, dus we moeten ook even wheat gaan oogsten. No problem. Jij. Jullie? Kijk, nu hebben we een gedeelte met blauwe schapen ertussen lopen. Alleen, we hebben veel meer schapen nodig. En we hebben iron nodig. Dus we moeten eigenlijk nog gaan minen deze video. En we moeten dus nog even wat wheat gaan oogsten. Ik heb natuurlijk mijn Diamond Holy Grave voor gaan gebruiken. Hond, zit. Domme hond. Waar is mijn Diamond Holy gebleven? Die had ik hier wel ergens in zitten. Waar is mijn diamond? Oh, hier heb ik hem. Ik vind het nog steeds raar waar mijn pickaxe nou is. Ik ben het nu alweer kwijt. Dat gaat altijd zo bij mij. Ik zal ook even wat andere shizzle gaan dumpen. Dan kan ik even, want ik krijg fucking veel wheat zo meteen. Ik krijg echt super veel wheat. Dat kan ik jullie nu al vertellen. Oh, mijn diamond hoe moet ik bij me houden. Zo. Oh nee, en de pols ook. Zo. Oké. Dit moet genoeg zijn. Dan gaan we even snel wat van het wheat meenemen. En de sugar... Deze farm moet ook nog een keer fucking groot uitgebreid worden, kan ik jullie vertellen. Want zoals jullie kunnen zien, ja, het helpt niet echt ofzo. Ook krijgen we er wel super veel shit voor. En de chesten moeten we ook nog een keer ordenen. Alleen, dat ligt helemaal aan jullie wanneer ik dat moet doen. Dat kan ik uiteraard morgen gaan doen. Dat kan ik overmorgen gaan doen. Dat kan ik eigenlijk net zo vaak doen als ik wil. Maar dat is natuurlijk niet het leukste werkje. Maar het zijn wel werkjes die gebeurd moeten worden. Want doe je dat niet, ja, dan krijg je een heel ongeordend eilandje. Wat ik dus nu al heb. Nou, tenminste, mijn eilandje is niet zozeer ongeordend. Alleen de chesten op het eilandje zijn heel ongeordend. Maar ja, weet je, of dat nou ergens, weet ik ook niet. Het wheat gaat in ieder geval lekker, zoals jullie kunnen zien. En je moet het ook weer terugplaatsen. Dat is ook wel weer een nadeel. Maar ja, maakt niet uit. Ik bedoel, dat zijn dingen die er ook bij horen. Dat zijn dingen die er ook bij horen, jongens. Zo. Lekker veel wheat. En dan gaan we die geen koeien meer boeien. Dat gaan we dus sowieso niet meer doen. Voor de mensen die denken, joh, wat heb je daar boven in de tweede verdieping van je huis? Er zit een library, tenminste. Het wordt een library. En heel veel mensen gaven mij het idee om gewoon met een grotere sugarcane farm te maken. Maar daarvoor heb ik meer zand nodig. En daarom moeten we ook eigenlijk nog even naar het vasteland. Alleen, hij laat niet. Ik zie overal blokjes. Maar ze laden. Nou, precies, joh, ze laden niet. Vreselijk is dat. Oh, we hebben super veel wheat, jongens. Holy shit. Deze wheat farm is fucking huge. Nee, hij moet zelfs nog groter. Moet je nagaan, hè? Had je maar een soort manier om gewoon automatisch het wheat weer... Of het wheat niet, maar de seed weer terug te laten planten. Want we hebben zo'n fucking grote wheatplantage hier, hoor. En hij moet nog groter worden, jongens. Hij moet nog groter worden. Dus die gaan we ook nog een keer uitbreiden. Wanneer, weet ik nog niet. Maar het gaat nog wel gebeuren. Moet helemaal goed komen, hoop ik. Maar hiermee kunnen we echt wel superveel schapen boeien door, jongens. Hier kunnen we echt superveel schapen mee boeien. Alleen, ik vind het zo ongeordend staan, zeg maar. Als je de wheat farm niet, als je de boel niet terugplant, zeg maar. En de laatste keer had ik jullie gevraagd om een leuk onderwerp om over te praten. En heel erg veel mensen vroegen, joh, hoe ben je begonnen met YouTube? Jongens, ik heb dat echt al enorm vaak als onderwerp behandeld. Hoe ben ik begonnen met YouTube? Dus ik wil het niet weer gaan behandelen. Want voor heel veel mensen die het allemaal hebben gehoord, is het niet zo leuk om te horen als jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar nee, in ieder geval, ik wil jullie nog wat leuke vragen stellen. Wat vinden jullie nou tot nu toe de leukste video op mijn Engelse kanaal in English Dutchman? Is het gamekarakters in het echte leven? Oh, kijk, nou, deze hele wheat farm is leeg. Is het Waker's Energy Drink? Of wat is het? Laat het hier beneden weten in de comments. Want dan krijg ik weer een beetje inspiratie om nieuwe video's voor dat kanaal te maken. Het is namelijk een kanaal waar ik heel veel tijd in steek de laatste tijd. Dus alle inspiratie wordt gewaardeerd. Zo, awesome. Oké, wheat, check. Waar is mijn eten? Dat heb ik net hierin gedaan, als het goed is. Als het goed is. Ik heb trouwens nog fucking veel eten. Weet je, het interesseert me nu ook even niet. Ik zag hier namelijk net heel veel beef in zitten. Of nou, hier niet. Waar was dat nou? Minecraft trolt mij. Ik zag het net, hier. Nee, ook niet. Dat is niet heel veel. Waar heb ik nou weer mijn beef in gedaan? Mijn eten. Ik wil mijn eten terug. Verdorie. Oh, hier heb ik nog wat eten in. Nice. Hier zit glas in als het goed is. Ja, perfect. Dan wil ik hier wat eten in hebben. Hier zo. Hoppakee. Hier wat eten in. Hier wat eten in. Dan kan ik nu even snel al het glas... Oh, we hebben best wel veel glas in principe, hoor.
Dat is awesome, dat is awesome. Hoeveel glas hebben we nu? Meer dan 64, dat gaat helemaal de goede kant op. Dan gaan we nu gelijk even bezig met het boeien. Maar eerst wil ik dan eigenlijk even wat dice hebben. Want ik vind het zonde om te gaan boeien zonder dice. Dus eerst hebben wij nodig bones. Die heb ik hier. Oké. Zo. Nou, sheets die hoef ik niet te hebben. Maar ik wil wel even wat dice hebben. Dus vandaar. Zoiets. Want waarvan had ik dat? Ja, dat heb ik nodig voor die schapen. Want ik heb... Oh, rood. Hebben we rood nodig? Nee, rood hebben we eigenlijk niet nodig. Of wel? Ik geloof het eerlijk gezegd niet. Hey, hond. Is het trouwens mooi om dit een beetje zo hier op mijn eilandje te hebben, zo? Ziet dat er mooi uit? Gewoon een beetje... Nee, ik vind het iets... Ik wil juist mijn hele eilandje mooi vlak en geordend hebben. Maar het heeft ook wel weer iets meer natuurlijk, zeg maar. Kun je trouwens ook andere bloemen krijgen? Want er zijn toch andere bloemen gekomen? In de nieuwe update, dacht ik. We hebben ook trouwens nog paarden. Daar doe ik ook eigenlijk niks meer mee. Oké, awesome. Zo is goed. Hoppakee en hoppakee. Dan kunnen we nu even snel wat schapen. Want weet je wel, ik weet niet of jullie het weten. Maar zeg maar, als je schapen een kleur geeft. En die kleuren gaan met elkaar boeien. Dus bijvoorbeeld geel met geel en blauw met blauw. Dan krijg je zeg maar, ja, jullie begrijpen het wel. Alleen, ik ben bang dat ze dan gaan mengen. Dat wil ik ook weer niet. Oké, we proberen het gewoon. Jij mag geel, jij mag geel, jij mag geel, jij mag geel, jij mag geel. Jij mag geel, jij mag geel, jij mag geel. Jij, allemaal geel, allemaal geel, allemaal geel. Rood heb ik niet nodig, dus breeding time! Zoveel mogelijk witte, dat heb ik wel als liefst. Maar ze moeten wel lekker blijven breeden. Dus als jullie kunnen zien, hebben we wel fucking veel schapen. Want we willen dus uiteindelijk twee dingen doen met wol. 1. Een standbeeld maken van moi. En 2. Een zeil maken voor de boot. Dus dat zijn de twee dingen die we graag willen doen. Maar daarvoor moeten we dus fucking veel schapen hebben, zoals jullie misschien wel begrijpen. En we krijgen heel erg fucking veel XP, maar is ook wel chill. En we moeten ook weer snel een keer naar die end voor extra enderpearls, want die gaan ook best wel snel op. Ook hebben we er nog best wel veel. Zo. Als het goed is, komen er geen kleuren. Ja, kijk, daar zie je kleine. Wit, kijk, allemaal gele mini schaapjes. En dat is mooi, dat is mooi. Zo, we hebben de, kijk, dus volgende keer moeten we dus weer boeien. Je kunt ook echt een paar keer in een episode boeien. Alleen dat doe ik nooit. Huh? Wat? Wat? What the fuck? Huh? Wat gebeurt er, ouwe? Oké, Ilot. Wat? Oh, what the fuck? Oké, ik vind het wel lol. No freaking problem. Wat gaan we doen? Wij hebben nodig spruit. En dat heb ik geloof ik ergens. Maar waar is de vraag? Ik kom mijn woorden niet eens uit. Maar de vraag is waar. Eerst even wat eten pakken. Zo, jam, 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 jam. Want we hebben de opties op normaal staan, toch? Ja, dat dacht ik al wel. Oké, maar dan heb ik dus een shares nodig en we hebben geen shit meer. Alleen nu is het hele probleem. Ik weet dus even niet zo 1, 2, 3. Oh hier, 2 iron, precies. Kan ik er shares van maken? Daar ben ik dan wel weer blij mee. Dus we moeten de volgende episode gaan minen, hoe dan ook. Want we hebben dus spul nodig. Alleen, jullie moeten even in de comments achterlaten van mijn pickaxes. Want ik ben hem dus gewoon letterlijk even kwijt nu. Die golem die doet ook geen ene fucking reet. Motherfucker. Hij doet echt helemaal niks. Ik denk van nou, daar gaan we echt wat aan hebben. Maar nee dus. Zo. Ah, die kip hebben we eigenlijk ook echt helemaal niks meer aan. Tenzij we nog een keer de Ender Dragon willen gaan verslaan. Maar daarvoor moeten we Infinity hebben. Dat is echt een must-have. Zo. En knippen die boel. Want we hebben echt lekker veel bol nodig. Oh, kut. We kunnen het niet eens oppakken, zowat. Wat gaan we weggooien dan? Kut, we hebben echt alleen maar dingen nodig die we nodig hebben. Echt seriously gewoon. Zo. Oké, oppakken geblazen. Ik weet niet of we overal kunnen we alles oppakken. Nee, geel kan ik niet oppakken. Dan moeten we wel even wat weggooien. En wat zullen we doen? Zullen we... Ja, kut. Ik heb echt alleen maar dingen bij me die ik nodig heb. Ja, 2 scraps heb ik niet nodig. Ja, die heb ik nog wel nodig. Maar ja, weet je. Dat is het minst nuttig op dit moment. Zo. Mijn shears gaat er wel snel onderdoor. Oh, kut. 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 Nee, dicht. 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 Fucking dicht. Ik wil niet dat jullie ontsnappen. Zo. Krijgen we lekker veel wol. Vroeger wist ik dat niet eens kon knippen. En toen killde ik ze altijd. Echt heel vroeger, hoor. Toen was ik echt nog een Minecraft noob. Nu gaan heel veel mensen zeggen... Ja, joh, ben je nog steeds? Niet dus. Zo. Hoppakee, 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 hoppakee. Oh, kut, oh, kut, oh, kut. Awesome. Oh, kut. Kijk, dat was dus niet de bedoeling dat we ook lichtblauwe kregen. Dat is precies niet wat ik wou, zeg maar. Daar was ik dus zo bang voor. Dat we dan allemaal van die misvormde kleuren gingen krijgen. Zijn er nog meer kleuren, schaap? Ja, jij. Of nou, niet kleuren, maar niet. Kun jij nog? Kijk, dat moet je nagaan. Hè? We hebben dus nu al gewoon een stack met wol. En dat is meer als genoeg. Of nou, niet meer als genoeg voor het hele standbeeld. Maar wel voor het cel, denk ik. En waar is ook alweer? Kut, zit echt allemaal bij de fence gate. Oké, enderpearl! Boom. Boef. Oké, awesome. Onze boots en zo, dat hebben we ook allemaal nog aan, dat is mooi. En dan moeten we nu even de boel gaan terugplanten. Dus dat gaan we ook gelijk even doen. Want ik heb mijn pickaxe niet, dus ja, ik kan niet gaan minen nu. Tenminste, zou ik kunnen, alleen dat is niet echt handig. Oké, dan. Laten we even één chest maken.
Waar we echt alle zeldzame shit in doen die we de komende tijd echt nodig gaan hebben. Waarvan we echt weten, jongens, dat gaan we nodig hebben. Zo, chest, zeg maar. Zo, dat doen we even. Die chest doen we even hier zo. En dit is een chest waar we echt alle dingen in gaan doen die we nodig gaan hebben. Zoals bijvoorbeeld enderpearls gaan we heel veel nodig hebben. Maar niet alleen enderpearls, nee, ook dat wol gaan we nog nodig hebben de komende tijd. En een wheat gaan we ook heel veel nodig hebben. Dat komt allemaal hier in het seeds. Gaan we, oké, glas hebben we nodig. Dat is ongeveer wel. Hier nog wat wheat. Awesome. En dan wil ik nu eigenlijk even al die enderpearls hebben. Die hierin. Ik heb fucking veel enderpearls. Fucking awesome is dat. Die enderpearls kan ik namelijk echt super goed gebruiken. Dus die doen we ook even hierin. Dit zijn zeg maar alle dingen die we de komende tijd nodig gaan hebben. Hier gaan we dus echt alles in doen waarvan we zeggen van dat gaan we echt nodig hebben. Glas, wol, wheat en al die andere shit. We hebben echt 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 stacks met wheat. Awesome. En we gaan even slapen en dan gaan we dit boel ook kut. En dan gaan we de boel terugplanten. En ik wou heel even mijn wol hier nog in doen. Hoppakee. Dus zie je, gaat lekker jongens. Lekker een lange episode. Ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden om naar te kijken. Ik hoop het wel eerlijk gezegd. Ik denk het wel jongens, kom op. Minecraft Survival Island. Ik doe heel erg mijn best. Ik hoop dat jullie even een blauw duimpje hebben achtergelaten. Hey hond. Ja, we moeten meerdere honden hebben jongens. Het is echt even een must have. Waar heb ik die ook weer in zitten, die honden? Daar toch? Of niet? Heb ik daar een hond in? Nee, ik ben een van die honden kwijt. Net zoals met die biggen, die zijn ook allebei al dood. Lekker bezig, Job, lekker bezig. Geen probleem, die komen nog wel een keer terug offscreen. Shears moet ook hierin trouwens. Oké. Ah, dit zit al vol, weet je. Daar kunnen we beter wat large chests van maken dan. Oh, oké, oké, oké. Zo, ja, Book of Fame ook. Dat zijn dus de twee dingen die we er altijd in moeten hebben hier. En de pearls wil ik ook altijd even bij me hebben. Dan gaan we terug met het dingen. En ik ga gelijk even naar de laatste episode van Minecraft Survival Island. Of mensen nog leuke ideeën hebben om over te praten. Ik zou zelfs nu gewoon even een tweet kunnen maken. Zullen we dat doen? Zeker doen. Iemand een leuk onderwerp voor Survival Island. Vind ik wel leuk. Gewoon lekker onscreen. Iemand een leuk onderwerp voor Survival Island. En dat is juist leuk. Want heel veel mensen hebben dan vandaag die tweet gezien. En dan kijken ze nu deze episode. Dat vind ik een leuk idee. Op dit moment is het trouwens 2:30. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Ik denk, ik vertel het even. Is altijd handig om te weten voor jullie dan. En dan weten jullie dus ongeveer wanneer die tweet was. Oh, ik moet niezen, jongen. Dat is echt heel vervelend. Oké. Ja. Ik wou iets hier nog meedoen. Aan het einde. Hier zo. Wou ik nog iets aan gaan veranderen. Of niet? Of was het al klaar? Net was al klaar. Oké, awesome. Dan is dit klaar. Dat is awesome. Ik ben er blij mee dat het af is nu. Alleen dan zet ik nu even zo van... is het alles of gaan we er nog iets mee doen? Gaan we er nog iets aan maken, zeg maar? Zoals bijvoorbeeld... even denken. Job, het is nog meer leuk. We zouden ervoor kunnen kiezen om hier gewoon allemaal bootjes langs de kant te doen. Dat is misschien ook wel leuk om te doen. Maar zo, nog zoiets, zeg maar. Dat vind ik wel awesome eruit zien, eerlijk gezegd. Maar dan iets anders. Misschien een soort van klein huisje met een hele lange gang. Dat is ook leuk om te doen. Laten we dat gaan doen. Maar eerst wil ik natuurlijk even... ik ga gelijk even bij Twitter interactie kijken. Want heel veel mensen hebben waarschijnlijk al iets ingezonden. Nee, nog steeds niet. Oh, dat is al 1 minuut gewoon. En niemand heeft nog wat ingezonden. Oh, vreselijk. Oké. Gaan we gewoon nog even zo'n huisje maken. Ik bedoel, nu we toch bezig zijn. We hebben nog 7 of 8 minuten, denk ik. En zeer waarschijnlijk ga ik het onderwerp dus nog niet eens gebruiken. Maar ja, maar niet uit. Zijn ze nu alweer allemaal aangegroeid? Seriously? The fuck? Gaat dat zo super snel? Oh my god. Groeispurt. Ze zitten in de puberteit. Oh, wat mooi. Nee, even serieus. Dat gaat super snel. Dat is awesome. Dan kunnen we snel genoeg de boot gaan afmaken. Die ook helemaal totaal mis is gegaan. Maar dat interesseert me niet. Want ik wil niet daar een onafgemaakte boot hebben. Hij zit echt super lang al die boot. En we moeten deze dus ook nog een keer uitbreiden. Zo. Ja, we hebben echt lekker veel wol, jongens. Daar ben ik echt blij mee. Want we willen dus echt een mooi standbeeld maken. En het standbeeld waar ik die wil gaan maken, weet ik niet. Maar het ligt ook een beetje aan jullie. Dat kunnen jullie hier beneden ook laten weten in de comments. En ik heb ook van het hele vervelende kleurwol. Kun je wel ook nog veranderen van kleur? Als het al een kleur is, zeg maar. Of dat niet? Ik heb geen idee namelijk. Oh, wat gaat dat snel, jongen, dat groeien. Kunnen we ze nu misschien ook al wel breeden? Ik weet het niet. Want als we dat elke episode 2 keer kunnen doen, dan zijn er in 1 keer, in ieder geval elke episode, wel weer 20 schapen of 30 schapen bij. Wat best wel netjes is. Zo. Ze groeien echt allemaal spontaan. Hoeveel hebben we nu alweer? Oké, we zitten alweer lekker op veel wol. En omdat het nu weer meer schapen zijn, kun je nog meer wol krijgen. Oké, dan. Nog meer schapen. Ja, jij nog. Ook al ben jij een kleur die ik niet wil. Hoe racistisch dat ook klinkt, ik moet je meenemen. Oké, het wol gaat lekker. Het meeste witte. Ik wil ook eigenlijk alleen nog maar wit houden nu. Dat vind ik wel chill. Hoe meer wit, hoe beter. Wit is awesome. En het lijkt wel alsof ze gewoon erbij groeien, joh. Jongen, jongen, gaat het snel. Zo. Ja, kijk dan. Dat kan toch niet? Het groeit er gewoon bij. Wat? Zetten ze maken een groeispurt of zo. Holy shit, ouwe. Holy shit. Niet normaal. Niet normaal. Er gebeurt echt veel in deze episode. Zo. Zo, hoeveel heb ik al wel? Oh, ik heb echt superveel. Nu alweer 2 stacks erbij. Het is wel goed zo. Zo. Awesome. Hoeveel heb ik nu? Oh, dat gaat heerlijk, jongens. Dat gaat echt heerlijk. Zal ik het wel even hier onderaan zetten dan?
Zo. Oké, te gek. Dan ga ik even kijken of ze weer kunnen breeden voor de zeker. Want als dat ook alweer kan, weet je. Dat is zo heerlijk. Ah, vies. Oh, wat? Ik dacht dat er heel erg hele rare practicals afkwamen. Maar nee, jongens. Vergeet de like niet. Want ik ga de episode al bijna afsluiten. Dus vergeet geen like achter te laten als je dat nog niet gedaan hebt. Ik denk dat de meeste mensen het al lang hebben gedaan. Maar stel voor, je hebt het nog niet gedaan. Dus ik probeer met een enderpearl even... Kut, ik heb echt veel te ver gegooid. Oh, nee. Zo, oh, kut. Zo, awesome. Oké, ik ga nu stoppen met het zoveel gebruiken van... Oh, kut, ik kan ze gewoon nu alweer breeden. Wat? Oh my god, dat is echt super sick gewoon. Dat ik ze nu alweer kan breeden. Dat betekent echt dat ze... Kijk, ze groeien ook echt als de neten. Oh, ze zitten in de puberteit of zo. Wat? Ze hebben een groeispurt, jongens. Ze hebben echt een fucking groeispurt. Dat is awesome. En we krijgen ook lekker veel XP voor. Net zoals met de koeien. Dus kunnen we lekker makkelijk aan de 30 XP komen. En that's it. Nee, we hebben een beetje iron tekort om onze shears zo vaak te gebruiken. Zo. Nee, maar jongens, ik ga dus snel het standbeeld maken als jullie dat leuk vinden. En natuurlijk die boot nog even een keer afmaken. Kunnen we ook de volgende video doen. Dus heb jij een leuk onderwerp voor de volgende episode? Laat die beneden weten in de comments. Dat zou ik super dope vinden. Eten. Ik ga gewoon even tot de nul. En dan gaan we de volgende episode wel weer boeien, weet je wel. Is dat het? Zijn jullie uitgegeten? Ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Eentje. Ja, eentje nog, jongen. Het laatste. Wie eet de laatste? Hebben jullie echt serieus allemaal al gehad? Een van jullie heeft vast nog niet gehad. Jawel. Oh nee, nice. Awesome. Dan pak ik weer even mijn shears erbij. En dan gaan we weer knippen. Ik kan net zo goed gewoon ingedrukt houden. Dat wist ik helemaal niet. Oké, awesome. Dan krijgen we weer lekker veel wol erbij. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Ik ga zo meteen iemand in een boek fame zetten. En ik ga natuurlijk even in mijn dagboek zeggen wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb namelijk best wel veel gedaan. De haven is een soort van af. Nog niet helemaal. Ik wil hem nog wel. Als jullie thuis nog een leuk klein ontwerpje hebben om iets bij de haven erbij te maken, laat het hier beneden weten in de comments. Of laat het eigenlijk even. Stuur het naar mijn e-mail met haven in de onderwerpsbalk. En dan krijg je misschien wel een kleine shoutout van me. Of ik denk het niet, maar ik komt in ieder geval je ontwerp komt wel in de video. Ik vergeet altijd de namen zo, snap jullie? Zo. Oké, dit is wel goed zo. Hoppakee. Awesome. Eten. Oh, kut, dat doe ik! Oh, wat doe ik? Holy shit. Oké, dat is nu erg. Maar dan weten we in ieder geval dat we dat nu, vanaf nu niet meer moeten doen. Oké. Het wol gaat lekker. Zo. Ja, het dagboek. Dag 116. Hoppakee. Vandaag ben ik verder gegaan met het afmaken van de haven. Voor de rest heb ik even de wheat farm geoogst. Ik weet niet of het zo... Oh, wacht even. Farm. Heb ik even wat wheat gehaald. En heb ik alles... Even kijken. Alle schapen gebreed. Omdat ik dan lekker veel wol krijg. Oké, mensen. Dan gaan we nu even iemand in de boeken fame zetten. Zodat we dat niet vergeten. We zitten alweer bij echt enorm veel mensen. Dit is alweer een nieuwe pagina. Oftewel pagina 10. Ik heb al gelijk weer 7 nieuwe interacties. Of voor een leuk, hoe heet dat, onderwerp. Maar dat kan me nu even niet verschillen. Want ik kan er nu dus niks mee. Want dit is het einde van de video. Oké, even kijken wie ik erin ga zetten. Quinten Bakker komt erin. Oh, moet ik het wel goed schrijven. Quinten. Oh, kut. Doe ik het weer verkeerd. Quinten. Zou het zo? Ja. Bakker. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet je blauwe duimpje niet. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe episode van Survive Island. Later.